Jullie kijkers van mijn kanaal, welkom bij een video. Vandaag ben ik met Aurelie in Egg Wars. We gaan vandaag één of meerdere potjes Egg Wars spelen. In ieder geval, leuk dat je kijkt. Laten we gauw gaan beginnen. Nou, laten we gaan beginnen. Zeg maar even hoi Aurelie, want dat heb je nog niet gedaan tegen de kijkers. En toen zei niks. Oké, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oké, ik heb weer geen kit gekozen, ik ben gewoon weer vergeten. Ja, hij heeft al zijn. Misschien hebben we hem wel. Oké. Ik koop even een golden apple. Want dan overleef ik misschien nog. Deze map win ik meestal. Ik ben beter in teams van 2. Dan teams van... Want teams van 1, er zijn heel veel hackers. Teams van 4, er zijn heel veel. En dan gaan ze... Ik ben echt zo iemand die heel snel... Upgrade je daar boven even. Daar zijn die moeten upgraden. Ja, oké. Hou jij deze maar. Ik ga gold farmen. 1, 2... Oké. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... 4, 5. Nog een goal. Wat? Oh. Is deze al geupgraded? Nee, tuurlijk niet. Nog maar 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Arabier. Fantastisch. Oké, Aurelie, we kunnen dit. Ja, rood is gewoon iemand geliefd. Dan ben je echt heel erg sneu voor je teammate. Alleen misschien was er wel een speciale reden. Misschien stikte die wel en ging die daarom liever. We weten het nooit. Ja, het kan allemaal. Alles kan in de BCT show, dames en heren. Du. Ik heb iets heel bijzonders gedaan. Ik heb op een knopje geklikt. Op E. Oké. Nu gaan we... ik in ieder geval. Ik ga obsidian kopen. En op ons vet mooie ei plaatsen. Want het ei is een unicorn. En je denkt, waarom zou een ei nou weer een unicorn zijn? Nou, omdat mensen... Kijk, het is heel erg tactisch. Want als mensen nou denken... als mensen nou fan zijn van unicorns... Dan mogen ze natuurlijk helemaal geen unicorn-ei doden. Want dat is gewoon zielig. Dan dood je eigenlijk een unicorn. Dus heel misschien helpt dat wel één keer in heel mijn leven. Het is nog nooit gebeurd. Niemand heeft medelijden, maar... Ja... Misschien werkt het wel. Top. Deze zit erop. Zullen we naar het midden gaan? Je hebt toch wel goede spullen, toch? Oké. Ja, want rood had ook maar één iemand. Dus rood gaat dood. Ja, nu kan hij me er niet afslaan hoor, als hij daar staat. Heel misschien. Oké. Ik ga je een cadeautje geven. Alleen, het is een cadeautje. En dat cadeautje is dat ik een ei ga pakken. Laten we een Pink's ei pakken. Of ik, weet niet wie. Oh, ze bouwen ook omhoog. Nee, dan ga ik het niet doen. Oké, ik pak Blauw's ei... Zorg jij maar voor dat ons eigen ei niet wordt gepakt. Want dat zou wel een beetje jammer zijn. Zijn er überhaupt mensen op... Ja, natuurlijk.
Lichtblauw gaat hun ei nu verdedigen. Dus we moeten heel snel zijn en we moeten gewoon hun ei alvast pakken voordat ze hun ei heel goed gaan verdedigen. Nee, ik spring verkeerd door dat rotblok dat er stond. Oké, maakt niet uit. Kijk, nu komen ze natuurlijk allemaal weer naar ons. Hartstikke leuk. Dan maken ze allemaal hartstikke dood. Oh, je hebt gewoon al eieren voor mij. Je bent echt... Je bent echt een held. Weapons. Oh, ze komen. Oh, toch niet. Laat maar. Waarschijnlijk komen ze zo naar ons toe, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ze denken erover na, want ze zien ook wel mij en dan denken ze... zal ik het wel doen? Nee, oké, ik denk niet dat ze dat denken, maar het kan best. Wie weet. Wie weet zien ze mijn naam en denken ze Upsan Hydra. Dat is die ene hele goede Aguar-speler. Nee. Ik wil niet naar help. Ik heb geen help nodig. Geen help nodig? Oké, geen help. Zal ik naar ze toe gaan? Ik denk dat ze best wel makkelijk zijn om te doen. Hallo, jonge dame. Auw. Dit vind ik niet aardig. Ja, die hebben een ijzeren zwaard, maar ik heb een golden apple. Ze slaan me er gewoon af. Dat vind ik echt onaardig. Oké, ik ga via de andere kant naar boven. Dan sla ik ze eraf, ga ik naar een ei, zijn ze dood, ja? Doe het. Oké, deze is dood. Die andere is ook dood. Nou, nu zijn ze helemaal dood, want ik vroeg een ei. Ja, is goed. Nu zijn ze ineens een stuk minder cool, hè? Daar ben ik het helemaal met ze mee eens. Ja, ze hebben geen schijf van kans meer, want ik ben al bij een ei en ik heb een ei al. Als eerst pakken we deze, want deze is nog in de shop. En die moet nog heel even zijn zwaard goed leggen. Dus die gaan we even lower maken. Nu ben je heel erg low. 5, 6. Ja, die hebben we. Top. Trini. Hey! Deze staat gewoon in een bloem. Zo. Ah! Ik wil hem nog een beetje helpen, maar dan was het ook weer teamen. Maar het was wel grappig. Oké. Ja, we hebben één team helemaal dood, toch? Wat? Ja, ik weet niet hoeveel waarom er zoveel eieren is. Zal ik nog een ei pakken? Ja, ik kan dat ook. Ja, is goed. Ik pak eerst even golden apples voor de zekerheid. Is dat wel handig. Maar dit keer wil ik het ook met TNT doen, want dat lijkt me leuk. Want TNT is ook wel grappig, toch? Ja. Ja, vind ik ook. Wat zullen we nu pakken dan? Blauw. Want ik wilde blauw al pakken, alleen toen pakte ze mij, dus dan was ik een beetje verdrietig. Nee, maar ik hoef ook geen iron sword. Je mag van mij wel iron sword. Oké, nou dan gaan we gewoon. Hij heeft gewoon een heel setje aan chain armor. Wat ben je dan nog een no-life als je dat neemt? Je hebt echt geen leven dan. Ze bouwen ook een fort. Wat is dit? Kom, we pakken als eerst die hierboven zit zo. Hier, ik pak die wel. Hij heeft wel chain armor en waarschijnlijk ook een... een soortje, maar ja. Kijk, alsof dat mij uitmaakt.
Als je een fort maakt, is juist doen, want je ziet niet zo snel mensen aankomen. Ja, kom maar. Hier. Nee, hij is al kapot. Dat wist ik niet eens. Oké. Oké, terugtrekken. Sorry, ik had even moeten checken. Ze maken het me alleen maar makkelijker. Wow, vanaf hoe ver kunnen ze staan? Wat is de sla-range of zo? De kill-range. Ja, deze is dom, want deze wil me volgen. Maar kijk, wat? Hoe heeft hij dat ook nog kunnen overleven? Ik dacht, ik offer mezelf op, maar oké. Boeit het. We zijn de enige met überhaupt nog een ei, denk ik. Ja, ik ook. En je moet de schoenen afmaken. Ik heb nog een ei voor je. Oké, ik sla deze weg. Heb je eieren voor me? Ik zie het. Dankjewel. Even kijken, want ik... Ja. We hebben geen pickers meer nodig, want... Ja, we hebben niet eens... ze hebben niet eens meer een ei. Dus ik ga geen pickers meer kopen. Laten we dan beter aan andere spullen uitgeven. We kopen een bow... En laten we eens niet zien dat we een bow hebben. En dan komen we aan met de bow en dan kabaam, kabaam. Dan zijn ze allemaal dood. Dan is de hele wereld dood. Ja? Goed idee, hè? Nou ja, wel heel Minecraft. Heel Cubecraft. Oké, dan. Heel de wereld. Ja... We moeten ook naar... Laten we ook meer een beetje focussen op ons ei. Dat we dan niet doodgaan. Want anders staat het gewoon weer gelijk. En hebben we geen voorsprong meer. Dan doen we gewoon diamond level 2 in ons eigen eiland. En dan gaan we daar gewoon even diamonds farmen, ja? Ja. Ja, vind ik ook. En ik heb diamantjes. Dames en heren, welkom bij Weetjes van de Dag. Wisten jullie dat diamanten het sterkste materiaal is op de hele wereld? En dan vraag je je vast af, hoe wordt diamant dan in hemelsnaam gehakken? Nou, ik weet het niet, maar ik heb wel een gokding dan eens. Want ik denk dat het wordt gehakken, dat ze dan alle steen om de diamant weghakken en dan hebben ze diamant. Oh ja, dat zou eigenlijk. Ja, daar heb ik even lang over nagedacht. Eenmaal te denken. Klopt het wel wat ik zeg? Ja, tuurlijk klopt het. Ja, dat kan best trouwens. Dat is gewoon om het diamant heen hakken. Ja, in Minecraft hak je ook eerst eromheen. Om te kijken of er geen lava onder zit. Want dan is het pech. Diamond weg. Oké, ik ga weer terug naar het midden. Ik zorg ervoor dat zij geen goede spullen kunnen krijgen... Wat ben ik toch een aardig persoon. Ik ben echt super aardig, vind ik ook. Ik zorg gewoon voor dat zij geen goede spullen kunnen krijgen. Dat vind ik wel een goede daad van mezelf hoor. Echt een hele goede daad. Dat vindt iedereen een goede daad. Daar staat blauw, die zit te twijfelen. Ja, gaan we naar het midden toe? Nee, dan moeten we wel samen gaan. Oké, dan gaan we samen. Wow, einde. Nou. Er staat blauw. Blauw is gewoon al full iron. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want ik wil ook full iron. Wat denken zij dan? Heb je 7 diamonds? 10? Oké, hier heb je er genoeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heb jij er nog een? Nee, tuurlijk niet. Maar je moet er gewoon even upgraden. Maar ik heb 34. Ja,
Ja, maar kan je niet die diamond chain upgraden dan? Oh ja, natuurlijk. Dat lijkt me wel slim, want dan hebben we misschien sneller diamonds. En dat, ja, dat is misschien wel iets handiger. Handiger. Top, we hebben level 3 diamonds. Dan is die van ons gewoon beter dan degene die hier staan. Tenzij je er 2 van hebt. Oh nee, toch niet. Ja, ik kan bijna goede stuff kopen. Maar die blauw, die zit eten daar te farmen op een eigen eiland. Dat is ook niet leuk. Huh? Is dat mijn TNT of zo? Er staat daar letterlijk gewoon nog TNT op. Wat is dit? Jee. Trouwens, YouTube gaat iets met kijkwijzer of zo doen. Dat je dat moet invullen voor je video's. Kijk, ik heb geen probleem. Voor mij is het geen probleem, want ik kan natuurlijk gewoon editen. Maar ik hoop eigenlijk stiekem dat ze misschien wel zoiets doen dat je dan... Als je video gaat uploaden kan kiezen. Want anders vind ik het wel een beetje onduidelijk. Want voor alle mensen die niet kunnen editen is het wel een beetje zielig. Het is zo unsatisfying als ik die ene niet had gehad. Wat er al precies geen setje koop. En setje is wat ik wil. Dat is mijn droompet in Adopt Me. Ik heb het gespeeld. Omdat ik meespeelde met mijn zusje. Alleen nu speel ik niet meer met mijn zusje. Want je zit vol met scammers, hè. En al die mensen trappen er ook gewoon in. Dat is echt dom. Je zit gewoon... Oeh, ik wil... laten we trust treden. Je krijgt terug. Ik ga ze nemen. Ja, dan gaan ze zo... treden. Trust treden of zo. Ja, en toen zeiden ze... Dan geef je hun iets. En daarna zegt ze... Oké, ik geef het terug. En dan lieven ze. En dan ga je ze aanklagen. En dan zeggen ze, ja sorry, ik heb hem al getreden bij mijn vriend. Of vriendin. En ja, ik was weggevallen. Ik dacht dat ik hem al had gegeven. En daarna kon ik je niet meer vinden. Dat zeggen ze altijd. Ik heb best wel veel diamonds nu. Ik moet niezen. Of toch niet? Ik weet niet of ik moet niezen. Heel raar. Oké, ik moest toch niet niezen. Ze dus moeten ons ei gaan pakken, anders worden ze wel een beetje dom. Ja, Food Diamond is een beetje ook weer te veel. Want ze hebben alleen hun eigen gen en ja, eentje hier. Maar daar kunnen ze niet eens komen, want het is riskant voor hen. Ze maken gewoon weer een heel fort, hè. Dat is gewoon hartstikke dom. Waarom zou je een fort maken? Dat is echt dom. En ik blijf het ook maar zeggen, maar het is ook gewoon waar. Waarom maak je fort? Mensen, waarom maak je het fort? Het is misschien leuk voor de lol of zo. Maar een heel fort, daar heb je helemaal niks aan. Ze kunnen gewoon met een heel snel pickaxe gewoon je blokken weg en zijn hele fort gone. Woehoehoe. Ik ga even een boog kopen. Nu zijn ze nooit meer veilig. Iedereen moet een beetje oppassen voor mij, denk ik. Heb je wat pijlen nodig? Nou, hier heb je alvast pijlen voor als je ooit een boog neemt. Wauw. Oh, blauw is in het midden nu. Dan hopen we even dat hij naar ons toe komt. Want dat zou wel grappig zijn, want dan killen we hem. Ja, hij heeft waarschijnlijk een bow en dan gaat hij ons op een afstandje schieten. Haha, heel leuk, heel grappig. Fantastisch. Ja, die pleur ik hier. Plural. Hashtag plural. Nou, dan doen we die hier. Ja, diamonds heb ik nu niet zo heel veel aan. Laten we ons ei gewoon volledig gaan beschermen met obsidian. Ja, we gaan gewoon ons ei helemaal goed beschermen. Huh, er is gewoon iemand dood. Ja, maar meestal als je dan als enige over bent, dan gaan ze met elkaar teamen. Ik haat die mensen echt heel erg.
Ja, maar kijk, anders kunnen ze ook niet winnen. Dus op zich snap ik ze wel, maar team, dan word je geband. Alleen, want meestal kijkt er ook altijd zo'n staflid. Kijk mee met alle potjes die je speelt. Dat is echt vervelend. En dan gaan ze dan elke keer dan. Ja, kijk, ik kan niet de chat lezen, dus dat is een beetje jammer. Maar als dan zie ik altijd een vriend die ziet dan zo te lachen en dan zeg ik, wat is er? En dan zeggen altijd die mensen, als ik ze kill, zeggen ze altijd hackers. Zeg ik gewoon dat iedereen hacker is. Net zoals ik denk. Ik denk dat iedereen hacker is. De hele wereld is hacker. Iedereen die mij verslaat is hacker. Ja, vroeger dacht ik dat als iedereen me killde, dat ze dan hacker waren. Alleen dan zaten ze gewoon in een combo. Dat ik sta niet kwalijk. Wat kunnen we nog kopen? Ik weet nog wel wat we kunnen kopen. De gold generator. Ze gaan zich waarschijnlijk helemaal vol diamond en zo. Heftig. Oké, ik ga even een diamond chestplate voor je sparen. Top. Dan ga ik even naar het midden, want ik zie niemand. Dus op zich kan ik gaan. Alleen heb ik geen golden apple ingenomen. Dus dat is dan weer risky. Want nu op dit moment heeft waarschijnlijk iedereen golden apple. Maar we gaan het alsnog gewoon doen. Pak hier de extra diamonds. Gaan weer terug. Pakken de diamonds in ons eigen huisje. In ons eigen moderne villa. En daarna gaan we een diamond chestplate kopen en geven die aan Aurelie. Graag gedaan. Grapje, ik hou hem zelf. Hier, kom. Hier, drop hem. Nee, jij moet hem hebben. Oké, dan gaan we hier weer even diamonds farmen. We gaan weer naar het midden. Super, ja, laten we gaan. Oh, wacht, ik heb nog golden apples. Ja, ik ga golden apples ervan kopen. We kunnen nu gewoon een hele stack aan golden apples kopen. Want één golden apple kost één. We hebben gewoon een hele stack hieraan. Dat is echt erg. Oh, eentje kost twee trouwens. Maar dan kunnen we alsnog een stack, want we hadden twee stack. Maar ik leg deze wel weer terug. Ik, tuurlijk. Nee, geen wel diamond sword, maar geen chestplate. Maar dat doen we zo nog wel. Ik speelde vandaag Among Us. En ik was imposter, maar kon niemand killen. En dan vraag je af... Hoe kon je niemand killen? Nou, kijk, als ik die ene killde, dan had die andere dat door, want ze waren allemaal vrienden. Er waren allemaal vrienden setjes in die hele game. Zeg ze, dus ja, je hebt mijn vriend gekild. Ja, heel erg leuk. Nee, dat zijn echt wel eens. Ja, ik kan echt niet tegen die spelverpesters. Waarschijnlijk komen die anderen zo, Oh, we hebben nog maar één iemand van Oranje over. Ik ben benieuwd waar die is. Hij kan ons waarschijnlijk ook niet verslaan, want hij komt ook gewoon niet in het midden voor diamonds. En ik wel. En we zijn alleen met z'n twee, dus we moeten wel een beetje delen. Maar op zich alleen met z'n twee sterker. Hij moet namelijk beide killen. Dat is echt zielig. Ik krijg nu gewoon medelijden met die oranje gozer. Ja, ik snap ook niet waarom hij nog steeds speelt. Want hij weet gewoon dat hij gaat verliezen. Of dat weet hij niet. Hij denkt gewoon dat we gewoon niks aan het doen zijn. Hier een beetje durpen. Een stack aan diamonds. We hebben gewoon een stack aan diamonds, hè? Hier, ik heb een schoen. Ik heb broekje voor jou. We kunnen hier gewoon een hele... Oké, ik weet wat we van het kot gaan. Nee! Ik had zo'n leuk idee, hè. Ik had zo'n grappig idee. Ik wilde het hele ei gaan bedekken met obsidian.
We hebben wel gewonnen, dus dat is wel leuk. Een leuke afsluiter van vandaag. Het was een hele lange aflevering. Maar, ja. Je ziet hier even rond en ik zag er helemaal glitchy uit. Nou, ik hoop dat jullie een fijne weekend of weet ik veel wanneer je dit kijkt hebt. Like en abonneer als je dit nou leuk vond. En ook vooral mij te helpen. Zou ik echt heel erg waarderen. En ja, dat was het dan. Yo.